Bij auto's is het heel normaal dat je naar de dealer gaat voor een tweedehandsje. Maar waarom bij smartphones eigenlijk niet? Dat is iets dat steeds meer aanbieders zich afvragen en is helemaal niet zo'n gekke vraag eigenlijk. In deze video zoek ik het uit en duik ik in de wereld van de refurbished smartphones. Een refurbished smartphone is een tweedehands toestel dat helemaal nagekeken en waar nodig opgeknapt is. En nu smartphones steeds langer meegaan, is dat helemaal niet zo'n gek idee. Nou, de markt van refurbished smartphones richt zich vooral op iPhones en dat heeft met twee dingen te maken. Namelijk 1, dat ze gewoon langer meegaan en 2, ook dat het aanbod van betaalbare nieuwe iPhones gewoon veel kleiner is. Nou, dat is dus eigenlijk de perfecte kans voor de refurbished markt. Ik heb van Leap, dat is een van de grootste refurbished aanbieders van Nederland, deze iPhone 12 te leen gekregen, een refurbished iPhone 12, om eens te kijken hoe zo'n refurbished toestel het nou doet en om ook wat breder te kijken naar de zin en onzin van refurbished smartphones. Ik zal me in deze video vooral op iPhones richten, omdat die markt dus gewoon interessanter is, maar over het algemeen geldt hetzelfde verhaal natuurlijk wel voor Android smartphones. Als je op zoek bent naar een refurbished Android smartphone, dan zou ik er wel op letten dat het geen toestel is waarvan de ondersteuning al bijna of helemaal afgelopen is. Want dat risico is bij Android smartphones wel gewoon groter. Deze iPhone 12 is een zo goed als nieuw model en dat wil zeggen dat die in gebruik zo goed moet zijn als een nieuwe iPhone 12. Er zijn verschillende gradaties in refurbished smartphones, dus daar kun je echt zelf in kiezen. Is dit zo goed als nieuw? Je merkt wel het verschil met een nieuwe telefoon. Er zitten hele kleine krasjes op het scherm. De batterijcapaciteit is in dit geval nog 89%. Dat is dus niet een nieuwe batterij. Ze hebben er ook geen nieuwe batterij ingezet. Volgens Leap richt zich erop dat je gewoon nog wel echt goed van die batterij gebruik kan maken. Er makkelijk de dag mee kan doorkomen. Dat lukt ook met deze batterij, dus in die zin is het helemaal prima. Leap zegt dat ze onder de 80% de batterij gaan vervangen en daarmee niet alleen de prijzen scherp kunnen houden, maar er ook voor zorgen dat er niet een afvalstroom ontstaat van batterijen die eigenlijk nog behoorlijk goed zijn. Op zich is dat natuurlijk allemaal logisch en goed te verklaren. Is dit toestel dan goed te gebruiken? Ja, dat is die. Merk je een verschil met een nieuw toestel? Ja, minimaal, maar inderdaad zo goed als nieuw. Ik vind het geen rare benaming en ik zou zonder problemen deze refurbished iPhone 12 gewoon als mijn telefoon willen kopen. Ik moet wel zeggen dat er ook negatieve ervaringen zijn. Ik lees wel eens van refurbished toestellen dat ze gewoon echt niet goed zijn. Het zal een beetje per aanbieder verschillen en het blijft in die zin een klein beetje een gok. Maar die gok is wel een stuk minder groot dan bij tweedehands telefoons. Want zo'n refurbished aanbieder kijkt het toestel wel na en heeft er in ieder geval zelfvertrouwen in. En biedt ook 2 jaar garantie. Dus daarmee kan je ook gewoon in 2 jaar, als je problemen krijgt met je toestel, terug naar de verkoper gaan. Mijn ervaringen met deze iPhone 12 zijn dus goed. Maar ik moet ook zeggen dat het eigenlijk geen interessant toestel is. Deze is de 64 GB uitvoering, zo goed als nieuw, en die kost bij Leap €743. Een nieuwe iPhone 12, 64 GB, op dit moment kost €738, beetje afhankelijk van de aanbieder, en dat is dus €5 minder. Waarom zou je dan voor een refurbished toestel gaan? Dat lijkt me eigenlijk gewoon geen goed idee. Ik heb ook gevraagd hoe dat zit. Volgens Leap is het zo dat de markt voor refurbished toestellen en de markt voor nieuwe toestellen zich gewoon verschillend ontwikkelt. Als er een nieuwe iPhone uitkomt, de iPhone 13 in dit geval, dan zit er natuurlijk nog gewoon een hele grote voorraad iPhone 12's in de keten en die moeten eruit. En daardoor kan die prijs gewoon sneller dalen bij een nieuw toestel dan bij een refurbished toestel. En daarmee is zo'n toestel als een iPhone 12 eigenlijk niet zo heel erg interessant op dit moment. Leap zegt ze aan te bieden omdat het gewoon wel fijn is om de nieuwste smartphones aan te kunnen bieden. Maar het echte volume en de echte interessante toestellen, die zitten toch een stapje lager. En dan begint dat eigenlijk bij een iPhone 11 en ook eerdere modellen die nog prima in gebruik zijn, nog een tijd ondersteund worden, maar niet meer nieuw verkrijgbaar zijn of nieuw gewoon echt een stuk duurder zijn dan refurbished. En dat is eigenlijk de kracht van de refurbished markt en dus niet deze iPhone 12. Welke modellen zijn dan wel interessant? Die heb ik even op een rijtje gezet met de prijzen van Leap. Maar ik heb ook bij andere aanbieders gezocht. Die prijzen die ontlopen elkaar niet zo heel erg veel. Je kan natuurlijk altijd even googlen wat de goedkoopste is. De iPhone 8 die krijg je vanaf €189. En
ja, dat is eigenlijk de goedkoopste iPhone die ik nog zou aanraden. iPhone 8 is al wat ouder natuurlijk, maar de ondersteuning is nog wel even, gaat nog wel even door. En voor €189 heb je nog steeds een telefoon die gewoon prima zijn ding doet. Volgende is de iPhone SE 2020. Dat is een iPhone 8, maar dan met nieuwe internals. Die kost €299 minimaal refurbished. En ook dat is een interessante prijs. Nieuw kost die €440. En daar zie je dus echt dat er wel een groot verschil tussen die twee prijzen zit. En als je een wat luxer en moderner toestel wil, dan is er bijvoorbeeld de iPhone XR vanaf zo'n €340. De iPhone XS vanaf zo'n €400. En ook de iPhone 11 is refurbished. Best een interessante keuze. En die gaat vanaf ongeveer €460. Dat zijn gewoon echt nette prijzen voor telefoons waar je nog lang plezier van zult hebben. En als je een goedkope iPhone zoekt, ja, dan zijn dit soort toestellen eigenlijk een hele goede optie. Ik heb het al heel even gehad over de verschillen tussen refurbished en tweedehands smartphones, maar daar zal ik nog iets uitgebreider op ingaan. In principe hoeft het niet een verschil te zijn. Een refurbished toestel kan opgeknapt zijn, maar dat is zeker niet per definitie waar. Ik heb ook niet het idee dat dat bij dit toestel gebeurd is. Maar een refurbished toestel is wel nagekeken, dus in die zin heb je zekerheid dat hij gewoon oké is. Je krijgt een garantie op, 2 jaar, bij sommige aanbieders zelfs 3 jaar. En je hebt natuurlijk ook gewoon het gemak dat je het in een webshop kan bestellen en dat het thuis geleverd wordt in plaats van dat je via Marktplaats iets met iemand moet gaan afspreken of whatever. Dus eigenlijk koop je gewoon een stukje gemak en zekerheid bij je tweedehands telefoon. Nou, daar betaal je ook natuurlijk wel voor. Vaak zijn refurbished toestellen, in ieder geval de iPhones die ik bekeken heb, die zijn zo'n €50 tot €100 duurder dan een tweedehands model. Ja, als je een iPhone 8 wil, dan is die refurbished al heel betaalbaar verkrijgbaar. Maar stel dat je daar €50 verschil op vindt, ja, dan kan dat voor die €150 of €200. Dat is natuurlijk een best wel groot verschil. Dan is het misschien niet de moeite waard, maar dat ligt ook een beetje aan jouw financiële situatie. Maar als je bijvoorbeeld je zinnen hebt gezet op een iPhone XS en die voor €400 refurbished kan krijgen of €350 tweedehands, dan is het natuurlijk helemaal niet zo gek om die €50 neer te tellen voor extra zekerheid, garantie en gemak. Laatste dingetje over refurbished smartphones is dat het natuurlijk gewoon duurzamer is dan een nieuw toestel. En ook dat kan een reden zijn om voor een refurbished toestel te kiezen. Smartphones leveren nou eenmaal veel e-waste op. En in plaats van een nieuw toestel te kopen en daarmee ook nieuwe e-waste te genereren, stimuleer je door een refurbished toestel te kopen de tweedehandsmarkt. Nou, vaak komen toestellen, in ieder geval dat is wat Liep mij vertelde, uit het buitenland van providers die leasecontracten aanbieden. En dus een toestel na 1 of 2 jaar lease de deur uit doen. En die worden dan opgekocht door zo'n refurbished provider. Nou, door die markt te stimuleren worden die leasecontracten natuurlijk ook interessanter voor providers om aan te bieden. Omdat ze nog restwaarde hebben op toestellen. En daarmee, ja, stimuleer je gewoon een markt die duurzamer omgaat met producten dan als je hem nieuw koopt en na 2 jaar bijvoorbeeld weg zou gooien. Natuurlijk je oude telefoon inruilen of tweedehands verkopen is sowieso een goede optie, los van of die nieuwe nou refurbished, nieuw of tweedehands is. Maar dat is wel iets wat natuurlijk gewoon helpt en waar je rekening mee kan houden als je een nieuwe smartphone koopt. Conclusie, is een refurbished smartphone de moeite waard? Nou, dat ligt eigenlijk heel erg aan welk model je koopt en waar die zich in de levenscyclus bevindt. Echt oude toestellen worden nog wel eens aangeboden, maar die worden al niet meer ondersteund of zijn echt outdated. Nou, die zou ik niet kopen. Hele nieuwe toestellen, zoals deze iPhone 12, zijn ook niet echt interessant, want nou, in dit geval is die zelfs duurder dan een nieuw model. Maar alles daartussenin kan wel heel interessant zijn. Als je bijvoorbeeld een vrij moderne en goede iPhone wil voor niet al te veel geld, dan is een refurbished iPhone XR, XS of 11 zeker een hele goede optie om te kopen. En ook als je de goedkoopste iPhone wil met wat zekerheid dat je gewoon een prima toestel koopt, is een iPhone 8 refurbished een hele goede keuze. Dus ja, refurbished toestellen zijn wat mij betreft erg interessant. Het is geen garantie dat het goed is, maar het is wel een veel grotere kans dat het goed is dan bij een tweedehands toestel. Bovendien spaar je je portemonnee en het milieu ermee en is het dus voor een bepaalde groep gebruikers zeker een hele interessante optie. Ik ben Smartphoneman Dominique, bedankt voor het kijken van deze video. Ik ben benieuwd wat jij ervan vond, of je nog vragen hebt, laat het weten in de reacties onder deze video. Verder, vergeet de video geen duimpje omhoog te geven als je hem leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben en dan zie ik jou heel graag een volgende keer.